Danny de Monk zit al een tijdje in zwaar weer omdat er een aangifte van verkrachting tegen hem ligt. De zanger zelf ontkent alles, maar kan tegelijkertijd geen reden bedenken waarom zijn vermeende slachtoffer daarover zou liegen. Ondertussen krijgt hij steun van vele BN'ers, waaronder Wolter Kroes, Tineke de Nooi, Frans Duits en Hans Klok. Inmiddels is Hans zelfs zover dat hij Danny publiekelijk uitroept tot een grote held, terwijl de rechtszaak tegen hem nog moet beginnen. Ik vind het heel knap dat Danny de Monk zijn mond open heeft gedaan over de geruchten over hem en ook tegengas geeft. Dat maakt hem in mijn ogen een held, zegt hij in de week. Het is gewoon een geweldige gozer, vindt Hans. Ik vond zijn betoog in de rechtbank fantastisch, hij brak echt. Ik ken hem vrij goed, heb met hem op school gezeten in Purmerend. Ik snap wel dat deze kwestie hem zoveel doet, hij heeft een fantastisch huwelijk en fantastische kinderen. Hans vindt het sterk dat Danny ondanks alles gewoon is blijven optreden. In tegenstelling tot die andere bekende mensen die opeens onzichtbaar zijn geworden. Hij laat zich niet misleiden door advocaten. Hij besluit, bij al die andere BN'ers die zijn aangeklaagd, zegt de advocaat, niks zeggen, laat mij het woord doen. En weet je waarom? Omdat ze er schatrijk van worden. Thank you.
Thank you.